Nou, we gaan naar Jimmen Albeerschot, Gunther Hofmans, manager, technisch directeur, of hoe moet ik het noemen, van Jimmen Albeerschot. Heb jij toch een beetje gevreesd voor hetzelfde scenario als tegen Charleroi een paar jaar geleden? We zagen het daarnet. Toen met 8 tegen 10 en dan kwam er nog een gelijkmaker. Heb je daarvoor gevreesd op een bepaald moment? Als je in deze situatie zit van de strijd en je hebt 5 wedstrijden, het moeilijk. Je hebt 2 op 15, je krijgt die wedstrijd 1 keer gescoord, je krijgt die wedstrijd 90 minuten. Ja, heb je alles onder controle, denk ik. Je hebt enkele kansjes. Dan denk je altijd nog van, er zal nog wel iets uit de kast vallen. Dat is een eufemisme om te zeggen dat het een slechte match was. Hè? Nee, oké, maar je weet dat dat ook een beetje vertrouwen is. Ja, in een ploeg die op deze ogenblik het vertrouwen zoekt, dat weet iedereen. En dan wordt het altijd moeilijk. Ik ben al blij dat we dan eigenlijk weinig kans weggeven op dat ogenblik, dat de organisatie goed in elkaar zit. Ik vond al een aantal weken dat dat goed in elkaar zat. Maar dan krijg je altijd nog op het laatste... Is de trein vertrokken? Dat hopen wij altijd natuurlijk. Hè. Mm. Ik denk dat we een hele goede stap hebben gezet zaterdag. Ja. Ik denk dat het belangrijk is voor de groep eigenlijk, die toch op deze ogenblik heel hard aan het werken zijn, die er 100% voor gaan. Iedereen trouwens dus. En ik denk dat dat een mooie start kan zijn. Ja, want het is zo dat jij zegt bijvoorbeeld ook in ons telefoonhoek daar straks, bij de eerste zus ja. Is dat echt nog ja of is dat een soort wishful thinking, een soort utopie? Want dat is eigenlijk bijna niet mogelijk. Nee, oké, maar als je vorig jaar kijkt en op bepaalde momenten eigenlijk stonden er clubs misschien op de 9e of de 10e plaats. En eenmaal op plaatsen zijn die ook nog in de eerste 6 geëindigd. Sint-Truiden, Kortrijk, die hebben het ook nog gehaald. Ja, waarom kan dit dan nu ook niet? Vind jij dat reëel? Nee, het verschil van dat soort ploegen wordt gemaakt door uw spitsen. Dan moet je spitsen hebben die er 10 of 12 maken op een jaar. En als je dat niet hebt, dan word je 13e in plaats van 16. En die heeft Beerschot niet, zeg jij er meteen nee, bij? Op dit moment niet. Nee, dat vind ik niet. Of McDonald moet terugkomen. Ja, zoveel maakt die er ook niet eigenlijk. Ja, hoe zit het met McDonald? Normaal gezien binnen 2-3 weken zal hij er terug staan. Die is terug 100% aan. Binnen 2-3 weken, die is nu hard aan het meetrainen. Die zou normaal gezien volgende week nog niemand de week erop terug met de groep aansluiten. Ja, dus. Maar wat Gert zegt, je kent het systeem van Glenn de Boek. Is bij Cercle 1 diepe spits, daar heeft hij altijd wel bij je gevaren. Tom de Sutter, Foley uit de doden opgerezen. Ja, die is er nu niet, want ook als McDonald terugkomt... Dat is ook niet een diepe spits. Ja, de Grauwe misschien op deze ogenblik... Ja, die viel goed in. Maar is dat het systeem of neig jij meer naar 4-4-2? Als ik persoonlijk ga kijken, neig ik meer naar 4-4-2, maar dat is een persoonlijke keuze van mijzelf. Misschien voor ons is dat misschien interessanter, maar dat is een keuze van de trainer op dit ogenblik. Ik zie ook het spel wat Glenn wil spelen en wat hij bij Cercle gespeeld heeft, zie ik niet echt in de kern van Jimmen Albeerschot. Misschien is een Grauwe daar een oplossing voor natuurlijk. Maar moet jij dan je coach tevreden stellen die je haalt, omdat je weet van hij heeft die kwaliteiten, hij heeft bewezen dat hij daarmee... Dat is de bedoeling ook geweest, dus dat is nu niet gelukt, oké. Of moet de coach zich plooien naar het materiaal dat er op 1 september is? Er zijn twee mogelijkheden in dat gegeven natuurlijk. Wij hebben van onze kant geprobeerd om er alles aan te doen om toch die spits te halen. Dat is ons niet gelukt. Dus we moeten het nu op deze ogenblik met het materiaal doen dat we hebben. Dus, maar heeft Glenn de Boek gelijk als ze zegt, ja, ik heb beloftes gehad dat er spelers zouden komen. Ik heb dat allemaal doorgepraat, maar die zijn niet gekomen. Ja, er zijn toch 4 spelers gekomen, denk ik toch nog altijd. Die zijn toch ook in de club gekomen. Dus we spreken over Kagemacher, Nioni, we hebben Negrao en we hebben Kustovic gehaald. Dus er zijn 4 spelers gekomen, die stonden ook op het lijstje. We hebben die ene diepe spits die we ook wouden eigenlijk, dat is niet gelukt. Ja, wij wouden het ook allemaal, wij zijn ook ontgoocheld dat dat gebeurd is. En dat begrijpen wij ook onze trainer op dat ogenblik in. Maar goed, het is gebeurd nu en we moeten verder. Klopt het dat eigenlijk al die spelers, die 4 die gekomen zijn, ja, die zijn eigenlijk door de Boek gehaald en niet door de technisch directeur. Ja, want dat is in overleg gebeurd. Dat gebeurt nu ook. Er is overleg. Ja, nog sowieso, steeds. Jullie praten wel met elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, hoe ziet dat eigenlijk die relatie? Want wij horen daar dingen. Ja, ze praten niet met elkaar. Ja, we praten of wel met elkaar. Morgenavond hebben we terug een afspraak samen. Dus we praten zeker met elkaar. Dat is ook de bedoeling, denk ik. Hè? Anders kun je niet samenwerken. Er is het verhaal van, u telefoneerde met Hugo Broos. Herman Kesters telefoneerde met Glenn de Boek. Ja, die zei blijkbaar iets sneller dan Hugo Broos. Dus die werd het. Ja. Dat verhaal klopt. Dat klopt, ja. Dat klopt. Dus dat was een parallele onderhandelingen binnen de club? Parallele onderhandelingen. Ik had nog geen afspraak met Hugo Broos. Ik was met de manager van Hugo bezig eigenlijk. En ik ging er op de morgen mee bellen. De vrijdag is Glenn aangesteld. We hadden woensdag samengezeten. Ik heb donderdag gebeld om dinsdag een afspraak mee te maken. Dat is toch zeer pijnlijk? Voor dat u is ook. Zeker pijnlijk. Ja. Dat heb ik hem ook duidelijk gemaakt. Dat hij dat enorm pijnlijk vond. Oké, maar dat is een gegeven dat in het verleden is gebeurd. Dat hebben wij uitgepraat. Dat is ook... volledig achter ons. We proberen naar de toekomst te kijken. Maar u was niet op de voorstelling van de Boek.
Maar dat vind ik raar, want Dirk de Graan is op de voorstelling van Frankie Verkouteren. Herman van Olsbeek als Anderlecht de nieuwe trainer is daar. En dan, ik zeg niet dat het zo is, maar het creëert wel het gerucht dat jullie echt niet door één deur komen. Want dat u... Op dit ogenblik heeft dat niks met Glenn de Boek te maken. Ik ga niks over Glenn de Boek. Het was op dit ogenblik een beslissing van de voorzitter genomen. Maar u was wel boos omdat het uw man niet was. Daarom was u er niet. Niet om mijn man. Wij hadden ook over Glenn gesproken. Die is ook op het voorplan gekomen. Maar ik heb toen op die ogenblik gezegd van ja, dat zal moeilijk worden, want die zit bij een club, dat gaat niet zo simpel zijn. Het feit dat u niet op de voorstelling bent, was dat omdat u... Nee, gewoon omdat ik om 12 uur een telefoontje kreeg en ik moest er om 3 uur zijn. Nee, ik zit ook ergens waar ik aan het werken ben, ik kan niet om de 5 gaan mijn voeten. Maar dat is een probleem, hebt u gezegd in ons telefoon. Oké, dat is weer iets anders. Dat is een probleem ook. Dat is weer een ander aspect. Je bent part-time. Daar komt het een beetje op neer natuurlijk. Hoe moeilijk is dat? Dan moet je voor 6 uur opstaan. We beginnen 's morgens vroeg en we proberen rond 3 uur... Maar kan dat eigenlijk voor een profclub in hoogste kosten? Eigenlijk niet, nee. Heb ik daar straks ook gezegd. Eigenlijk kan dat niet. Dan moeten we realistisch zijn. Moeten we ook niet voor rond de pot uit. Ja, dan moeten we proberen daar op termijn een oplossing voor te zoeken. Kan je fulltime worden? Is dat mogelijk? Dat is een mogelijkheid, ja. Dus herstructureren in het bedrijf, daar komt het een beetje op neer. Ja, ja. Dan kan dat wel. Wil u dat? Ja, waarom niet? Okay. Als je in het voetbal hebt gezeten en je hebt dat nu ondertussen 20, 25 jaar zit je erin. Waarom wil je dat dan niet graag doen? Ja, voor alle duidelijkheid, je hebt ongeveer 150 goals in eerste klasse gemaakt. Hè? Plus minus. We hebben hier nog 1 of 2. Toch even duidelijk maken dat je echt wel een voetbalverleden hebt en maakt de goals. Hè. Hoeveel jij, Gert? 155. 155 dus. Ja. Dat is echt waar. Ja, hij was aanvaller, ik was middenvelder. Je bent een infiltrerende middenvelder, zoals Georges Legens zich graag ziet. We geven dat er even bij om toch maar duidelijk te maken. Wie, de voorloper wie van de Vuvuzela, de toeter van Germinal Allee. Maar Germinal Beerschot heeft een ruime kern, zullen we maar zeggen. Een veel te ruime kern. Hè. Ben je het daarmee eens? Ja, volledig. Dat hebben we ook geprobeerd af te bouwen, maar dat is ons. Want de voorzitter Herman Kesters, die zegt ook ja. Het is een overgangsjaar voor ons. En dan er lopen 12 spelers contracten af. Bent u daarmee bezig om die al... Sowieso. Dus daar ben je ook aan het kijken naar de toekomst. Maar dat betekent dat er in het verleden toch slecht gewerkt is. Goh, dat laat ik in de midden of dat er slecht gewerkt is. We hebben in het verleden ook resultaten gehaald. Ja. Dus ik herinner me dat we vorig jaar een half jaar... Dat er zoveel jongens aan het contract zijn dat je echt in die spelersgroep kan gaan vernieuwen. Ten eerste dat. Ten tweede ook een hele hoop jongeren die er te wachten staan. Ook, maar die 12 zijn er nog wel natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké, maar dan moet de trainer mee werken, denk ik dan. Dus die jongens zijn er nog. We moeten proberen daar het maximum uit te halen. En misschien zijn ze nog wel bruikbaar voor ons. Dat is ook één na ruimste kern. Hè? Over jongeren, want u zei even over de jongeren. De ontwikkeling van Mats Rits, loopt die zoals u verwacht had? Voor mij niet. Ja. Ik had gehoopt dat hij toch al iets verder ging staan. Eigenlijk zoals ze nu spelen, en moest hij echt goed zijn, dan moet hij gewoon spelen. Dus dat klopt niet. Dan speelt hij op zijn De Bruynes op een bijvoorbeeld, factuur. Bijvoorbeeld. Ja. Maar wij geloofden nog altijd in. Maar Mats is ook nog maar 17 nu op deze ogenblik. Dus we gaan hem niet kapot maken. Dat heeft ook geen zin, denk ik. Ik denk dat Mats zijn ontwikkeling moet doen en dat hij op een goede manier moet gebeuren. Dat ze er op deze ogenblik heel hard mee aan het werken zijn en dat hij er op termijn komt. Maar is er te paniekerig gereageerd toen er sprake was van Ajax? Ik denk zo dat er sprake was van Real Madrid, waardoor jullie dachten, geen tweede Dembele, dat nooit meer. En is hij overbetaald? Logisch ook, denk ik. Ja, overbetaald. Wat is overbetaald? Verwend. Ik vind van niet. Ik denk maar dat je zulke... niet op uw 17e, denk ik. Nee, dat is nog iets anders natuurlijk. Dat is weer helemaal iets anders natuurlijk. Ja, nog even